Mancini is zojuist ontslagen als coach bij Inter. En de kans is heel erg groot aanwezig dat Frank de Boer hem gaat opvolgen. Sterker nog, ik zou zelf zo'n kans geven van ongeveer 99% zeker. Het is toch nog niet officieel. En dat zal vandaag waarschijnlijk ook nog niet gebeuren. Want ja, je moet ook wel een beetje Mancini respecteren. En denken van, hey, weet je wat, we hebben je vandaag ontslagen. We gaan niet direct een opvolger aankondigen. Er moeten even contractonderhandelingen zijn en alles. Maar de kans is dus heel groot dat de Boer binnenkort wordt aangekondigd als coach van Inter. En voordat ik bij elk bericht op Instagram door jullie wordt getagd, dat gaat over Frank de Boer, over Inter, over Mancini of wat dan ook, denk ik, ik besluit deze video te maken. En dat is op zich wel logisch, want het heeft toch totaal geen nut om mij in zo'n bericht te taggen. Het is een beetje hetzelfde als wanneer je geschiedenisdocent gaat vertellen dat de Tweede Wereldoorlog in 1945 in Nederland was afgelopen en in 1940 was begonnen. Dat weet hij. Dat heeft geen zin. En ook zou het wederom natuurlijk super chill zijn als jij een blauw duimpje omhoog wil achterlaten. Wil je vaker deze video's zien? Dit soort video's? Video's over andere clubs? Wat dan ook? Laat dan even een comment achter. Of een duimpje, dan weet ik dat voor de volgende keer. Oeh, god. Maar het was al lange tijd erg onrustig omtrent Inter. En niet eens zozeer van het feit dat de coach ongelukkig was. Want Mancini liet heel vaak weten dat hij ongelukkig was. Maar dat er bepaalde spelers zouden weggaan en zouden vertrekken. En dat de vriendin, oftewel de vrouw, de zakenwaarnemer van Icardi, alle berichten aan het stoken was. Dat hij naar Engeland zou gaan, wat dan ook. Het was onrustig. Het was precies het tegenovergestelde van het YouTube-kanaal van Milo. Zo onrustig was het. Weet je hoe onrustig het was? Het was zo onrustig bij Inter dat Hansi Terregen, de vader van Milo, opeens binnenkwam en zei, jongens, zet die teringherrie uit. Zo onrustig was het daar. En vaak bij clubs waar het onrustig is, komen daar bepaalde veranderingen in. Op de paal. En voordat ik dingen ga vertellen over wat er verkeerd zit en wat dan ook, dit is mijn mening. Ik volg een beetje af en toe van die Interblogs of zo, maar hey, op het moment dat mijn mening de perfecte mening zou zijn, zou ik niet hier achter mijn scherm zitten, maar zal ik wel een coach zijn of zo. Dus, hey, mijn mening is waarschijnlijk niet de juiste, alleen denk ik wel dat ik een paar legitieme punten kan opnoemen waar jullie je in zouden kunnen en zouden moeten vinden. De onrust van Inter begon eigenlijk, ik denk ongeveer 3 of 4 jaar geleden, wanneer Inter van Moratti, de oude eigenaar, werd verkocht aan een Indonesische multibiljonair Tohir. Tohir die zorgde ervoor dat de club marketingwijs heel goed ging doen in Azië, in Indonesië, in Amerika ook redelijk erg. En hij bracht heel veel geld met zich mee, alleen mocht dat niet direct worden geïnvesteerd in de club vanwege de financial fair play, een regeling van de UEFA waar Inter best wel streng onder valt en ook altijd op moet letten wanneer zij bepaalde spelers gaan kopen of wat dan ook. En het is helemaal goed dat die regeling er is, want anders zou het zo zijn dat bijvoorbeeld clubs zoals ADO Den Haag in één keer, omdat zij bijvoorbeeld een Chinese investeur hebben, ook al geeft hij niet zoveel uit, maar dat het in principe zou kunnen dat zij in één keer genoeg capaciteit hebben om Lionel Messi aan te trekken. Nou zou ik Lionel Messi heel graag in een team met Beugelsdijk willen zien, alleen de kans dat dat gaat gebeuren is heel klein. Maar de komst van Tohir zorgt op een of andere manier voor een beetje onrust, en op een andere manier echt voor heel erg rust, omdat hij alles weer op orde wilde krijgen. Hij wilde de structuur, de basis van de club wilde die goed gaan krijgen. Hij investeerde veel in de jeugd en hij had een heel plan, en dat plan klonk op zich wel goed, alleen ben ik heel eerlijk erin als ik zeg dat ik nog niet heel veel ervan heb gemerkt. En nu net, een paar maanden geleden, heeft toch hier de club voor het grootste gedeelte verkocht aan Suning. En dat is een Chinese sportwinkelzaak, eigenaar, ding, keten. Niks mis mee, kan leuk zijn, zolang ze maar niet het zien als een manier om winst te maken. Dat ze Inter echt als bedrijf willen gaan opzetten, zoals bijvoorbeeld Ajax doet met Ajax op de beurs. En nu is het dus zo dat door al die onrust en doordat er niet transfers plaatsvonden die Mancini graag zouden willen, dat hij het vertrouwen in de club heeft opgezegd en dat hij heeft gezegd, jongens, jullie luisteren niet naar mijn wensen, jullie laten me niet mijn ding doen als coach, jullie trekken spelers aan die ik niet per se wil en daarmee kan ik niet mijn ding doen, dus is het misschien beter als wij afscheid van elkaar nemen. En dat is dus vandaag gebeurd. Nou, je kent het misschien wel, je bent aan het vakken vullen bij de Albert Heijn. En je vindt het heel chill om de groenteafdeling te vullen. Of je vindt het heel chill om de frisdranken te doen. En ineens zegt je baas, weet je wat Jochem, jij gaat vandaag lekker achter het brood staan. Dan denk je, nou, weet je, jullie zijn mijn werkgever. Maar jullie maken het niet echt leuk voor me om nu bij deze Albert Heijn of bij deze Jumbo of bij deze C1000 of de Hoogvliet, de Dirk, om daar te werken. En zoiets had Mancini dus. Hij vond het wel heel fijn om daar te werken. Alleen hij had niet het idee dat de mensen naar hem aan het luisteren waren. En dat kan heel frustrerend zijn. En hij gaat ook direct scoren. Op dit moment is Inter dus een club dat veel nieuwe spelers heeft aangetrokken. Dat op papier een ontzettend goede basisopstelling heeft. Je hebt nieuwe backs. We hadden echt nieuwe backs nodig. We hebben Erkin van Fenerbahçe gehaald. Die volgens mij
wel redelijk is. Al zag hij het op het EK niet echt heel erg goed en zelfverzekerd uit. Je hebt Ansaldi. Voor de mensen die mij volgen op Twitter. Ansaldi is mijn nieuwe favoriete speler. Oh, dat heb ik trouwens ook een keer in de video gezegd. Mijn nieuwe favoriete speler bij Inter. Ik vind hem echt een held. En daarnaast is het dus een speler waarvan de meeste mensen zouden denken, oké, dat is een linksback. Maar hij heeft vorig jaar bij Genua, waar hij een supersterk seizoen heeft gedraaid, op acht verschillende posities gespeeld. Op linksback, op centerback, op rechtsback, centraal verdedigende middenvelder, rechtsmidden, linksmidden. En dat is het volgens mij misschien ook nog wel een andere plek, maar dat zal dan wel een wissel zijn geweest of zo. Die heb je dus achterin erbij. Je hebt Murillo en Miranda, van wie ik echt ontzettend fan ben. Jason Murillo, ik heb al eens gezegd, gaat een van de beste verdedigers van Europa worden. En dat zeg ik niet omdat ik een Inter-fan ben, maar omdat ik gewoon echt daadwerkelijk zo'n wedstrijd kijk. En Handanovic, een ontzettend goede keeper waar elk team gewoon geluk mee zou mogen hebben als je die in het team hebt. En wij hebben die, geen idee hoe Inter die nog steeds heeft. Maar we hebben hem dus, je achterste linie, keurig in orde. Dan het middenveld, dat is al wat stroever. Je hebt Kondogbia, maar die heeft zijn eerste seizoen nu gehad in de Serie A. Dus die zou in principe eraan gewend moeten zijn. Medel, net de Copa America voor de tweede keer op rij gewonnen. En ze hebben Banega aangetrokken. En ik weet niet of jullie wel eens de Europa League hebben gekeken, maar op het moment dat jij als centraal aanvallende middenvelder jouw team twee keer de Europa League laat winnen, dan ben je volgens mij wel een oké spelertje. En Banega is dat zeker. En daarnaast heb je Brozovic, draaide een goed EK. Felipe Melo, het is misschien niet de allermeukste speler om naar te kijken, maar ik vind hem wel echt een beast. En dat lijkt alsof het voor het eerst in jaren tijd, alsof dat wel snor zit daar op het middenveld. En dan ook de aanval nog. Dan heb je Icardi, die je hebt weten vast te houden, die je nu een beter contract aan gaat bieden. Dus die misschien ook gewoon wat enthousiaster is en wat blijer is dat hij bij Inter mag voetballen. Dan heb je Perisic. Nou ja, ik hoef jou niet te vertellen hoe Perisic op het EK speelde, want holy Tette, hij was een partijtje goed. En dan hebben we nu ook nog Kandreva aangetrokken. Jongens, ik kan niet gelukkiger zijn. We hebben eigenlijk iemand op de rechterkant die normaal kan voetballen. Biani kan ook wel normaal voetballen, alleen die is gewoon vliegens vlug. En voor de rest, ja, een leuke speler, maar dat is het dan ook wel. Voor het eerst in echt een aantal jaar hebben we een team dat het gewoon goed zou kunnen doen, goed zou moeten doen. En dan twee weken voordat de nieuwe competitie begint, gaat de coach weg, krijg ik een doelpunt tegen. En ja, sta je daar dus als spelersgroep op de training, uurtje of 10. Ja, waar de fuck is Mancini? Maar waar de ene coach weggaat, gaat de andere coach binnen een paar dagen worden aangesteld. En ik weet 100% of ja, 99% zeker dus dat dat Mancini gaat worden. Ben ik daar blij mee? Ja, ik ben daar echt verrassend blij mee. Frank de Boer is een coach waarvan ik lange tijd fan ben. Hier heb je een tweet van mij van een paar jaar geleden, waarin ik zeg dat Frank de Boer echt... Oh, Perisic, kom op. Ja, 2-2. Dat Frank de Boer echt gewoon een baasje is. Ik vind het echt een hele toffe gozer. De situatie waarin hij bij Ajax binnendrong was natuurlijk wel apart. Hij was eerst coach van het jeugdteam, dus hij wist ontzettend veel van de jeugd. Kon spelers zoals Eriksen, Alderweireld, Vertonghen, dat soort spelers, die kende hij allemaal redelijk goed, omdat hij daar al eerder mee had samengewerkt. En de jeugd is nou niet iets bij Inter waar ik heel erg enthousiast over ben. Ze krijgen weinig kansen. Het zijn wel goede spelers. Je hebt er een paar tussen zitten die erg goed zijn. Alleen, Mancini gaf spelers wel een kans. Hij liet onder andere Balotelli debuteren in zijn eerste periode. Hij stond erom bekend dat hij dat deed. Alleen op een gegeven moment hield dat gewoon een beetje op bij Inter. En waar Mancini erg graag 4-5-1 wilde spelen, speelt Frank de Boer ook iets dat erop lijkt, maar toch echt anders. Een 4-3-3. En voor zo'n 4-3-3 is het voor Frank de Boer ontzettend belangrijk dat hij goede buitenspelers heeft en dat hij een goede centraal verdedigende middenvelder heeft. Hij staat er namelijk onbekend dat hij de bal altijd zo snel mogelijk bij zijn buitenspelers wil krijgen. En wat er dan gebeurt is dat die buitenspelers de bal krijgen, dat de centraal verdedigende middenvelder tussen de verdedigers gaat staan, zodat je eigenlijk een soort van 3 centraal verdedigende middenvelders hebt, en dat dan de backs op kunnen komen. En wanneer je niet direct naar de buitenspelers kan passen, pas je via de backs naar de buitenspelers. Dat is zijn tactiek. En in dat opzicht zijn buitenspelers heel belangrijk. Die worden erg goed benut. Nou ja, Perisic en Kandreva, dat zijn buitenspelers die je scorend vermogen hebben. Dus dat is helemaal perfect, die ook nog snel zijn. En dan heb je een spits als Mauro Icardi. Dus voor het systeem dat Frank de Boer handhavend, zouden de huidige spelers die bij Inter spelen echt perfect moeten zijn. Dat is alsof je, ja, ik zoek een vergelijking. Alsof Rob een kroeg binnenloopt en daar al een biertje voor hem staat ingeschonken. Daarmee kan je het vergelijken. Alsof je niet hebt geleerd voor een wiskundetoets en dat je de toetskamer lokaal in komt lopen en dat de toets die jij gaat maken, dat per ongeluk het antwoordenblad is. Alsof je zin hebt in FIFA 17 nieuws, dat je YouTube inlogt en dat je opeens een video van Mark in je subbox ziet. Zo zie ik het. Alsof je wakker wordt van een nachtje stappen
En je weet dat je met een meisje hebt gezoend, maar je weet niet meer welk meisje. Dat je dan wakker wordt en dat je dan een appje ziet van Linda de Mol die zegt... Hey schat, was heel gezellig gisteravond. Zullen we nog een keertje afspreken? Zo zie ik het. 3-3. Perisic. Ja, scoop turn. Perisic. Oh! Kortom, hey, wat ik eigenlijk wilde zeggen... is dat ik het ontzettend leuk vind dat jullie altijd zo geïnteresseerd zijn in mijn Inter. En waarschijnlijk is dat niet zo. Waarschijnlijk is het maar een heel klein percentage. Maar goed, voor dat kleine percentage, ik vind dat heel lief. Ik vind het ook wel leuk dat jullie me altijd taggen op Instagram. Ik vind het ook altijd heel leuk dat jullie vragen... Hey Raoul, wat is jouw mening hierover? Alleen, vaak is mijn mening zo ontzettend irrelevant. Omdat ik ook maar gewoon iemand ben die fan is van een Italiaanse club. Door bepaalde redenen waar... ja. Dat eigenlijk gewoon ja, raar is om voor zo'n reden een club te supporten. Omdat je er een keer een wedstrijd van hebt gezien toen je jong was. De eerste wedstrijd die je ooit in het echt stadion hebt gezien. Maar ik ben erg benieuwd. Ik ben echt ontzettend benieuwd hoe het dit seizoen gaat worden. Eén ding is zeker. Er gaat echt nog heel veel gebeuren met Inter in augustus. Frank de Boer komt dus als nieuwe coach. En nieuwe coach heeft sowieso wat dingen die ze zeggen... Yo, ik vind het ontzettend goed wat jullie allemaal doen. Het team is heel goed, maar ik wil nog wel even een nieuwe spits. Want wat nou als Icardi geblesseerd is? Dan hebben we Jovic is heel blessuregevoelig. Bla, bla, bla. Of misschien heeft hij wel eens iets van... Hey, Icardi... Dat vind ik niet zo'n hele goede gozer. Die gaan we verkopen voor 70 miljoen aan Arsenal. Dan halen we een andere spits. Zetten we Jovic erin. Het kan nog van alles gebeuren. Maar het gaat dus een heel onrustig jaar worden. In de Europa League. In de Serie A. En hopelijk met Frank de Boer als coach. Dat waarvan ik denk dat het de juiste man is. Yo, dan zijn we bedankt voor het kijken. En likes zou super awesome zijn. Je kan altijd met mij over dit soort onderwerpen sparren via Twitter. Waarom via Twitter? Omdat het gewoon het handigste is. Instagram is onhandig. Want dan zien ook andere mensen het niet. Dus ja, nou ja, dat dus. Je wordt bedankt voor het kijken. En ik check jullie later. Joejoe. Oh ja, Forza Inter.